Dit is het schapendarmcondoom. Hier. En je ziet daar een touwtje. Ja. Dus je kan het op maat trekken. Chlamydia. Gonoreu. Een irritante jankbaby waar al je tijd en geld aan op gaat. Allemaal dingen waar je net niet op zit te wachten, toch? Nou, precies. Maar hoe voorkom je nou al deze rampscenario's? Met een condoom natuurlijk. En daar weten ze hier alles van. We gaan vandaag namelijk aan het werk in een condoom-speciaalzaak. Oei. Hoi, kom binnen. En niet zomaar een condoom-speciaalzaak, de eerste ter wereld. Sinds 1987 komen mensen van over de hele wereld speciaal hierheen voor persoonlijk condoomadvies. En dat allemaal dankzij Kalja en Theodor, die deze bijzondere winkel tot een heus begrip hebben gemaakt. Holy, ik wist niet dat je zoveel soorten condooms had. Ja, en dat gaan jullie allemaal leren. Allemaal? Ja. Ik heb dit voor jullie, jullie inwerkschema. Oh joh. Het is een beetje veel. Het is heel veel. Het is een snuffeldag voor jullie. Hoe beginnen wij onze eerste werkdag? Het belangrijkste is, we gaan een rondleiding doen. Deze vind ik echt heel leuk. Maar dit zijn condooms. Wat je hier ziet, is dit. Zie je dat? Zo, ja. Dus het rolt zo af. Maar dit is om cadeau te geven. Nee, kan u er seks mee hebben? Nee. Maar heeft niemand dat geprobeerd? Ik denk dat het echt wel kan lukken. Ik denk dat heel weinig mensen dat proberen. Of het veilig is, weten we niet. Maar misschien is het wel hartstikke leuk. Sorry, maar ik wil het toch wel echt in mij proberen een keer eigenlijk. Nou, laten we dat doen. Dat kunnen we even. Kijk, de echte dingen, dat is onze specialisatie. Dus je hebt hier die klein, standaard, groot, vegan, dun, non-latex. Heb je niet havermelkcondooms? Nee. Het zou wel goed werken, denk ik. Ribbeltjes, nopjes, stimulating. Glow in the dark. Oké, maar ik zie ook echt dat je hele dure hebt en hele goedkope hebt. En maakt dat dan verschil in kwaliteit? Nee. We hebben hier die budgetcondooms. Je hebt condooms van 7 cent. De condooms die je koopt bijvoorbeeld bij de huismerken in Nederland, die voldoen allemaal aan dezelfde kwaliteitsnorm als het duurste merk. Maar waarom zou je dan die dure kopen? Omdat dat de naam heeft, de marketing. Deze vind ik altijd grappig, kikkerkoning. Stel je gaat met iemand mee naar huis en hij heeft een kikkerkoning-condoom. Oh, ja. Jij zou dat geweldig vinden. Nee, ik ben bang voor kikkers. Oh. Jullie hebben wel echt extreem veel aanbod. Ja. Is dat iets waar onze generatie geluk mee heeft? Ja, of was dat altijd? Vind ik, nee, ja? Absoluut. Ja? Want je had geen maten. Nu heb je eigenlijk eens 99% van de mannen kan wel condoom vinden wat past. Maar helemaal in het begin, dus voordat er latexcondooms waren, vroeger had je andere condooms. En die van schapendarm en van visblaas. Nee, visblaas. Dat visblaas, is echt dierlijke condooms. En die hadden ook een maatsysteempje. Oké, dus kleine vis, grote vis. Ik zal het je laten zien. Hoppa. Dit is het schapendarmcondoom. Hier. En je ziet daar een touwtje. Ja. Dus je kan het op maat trekken. Maar moest je dan, als je geil bent, ging je dan een schaap vangen of een vis? Of kocht je die? Die heb je dan op voorraad natuurlijk eigenlijk. Ik hoop het wel voor je. Ik hoop het wel voor je. Een paar uur in bed zo blijven liggen tot hij thuis kwam met een schaap. Ja, of zij was geil en zij moest het schaap vangen. Ja. 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 Dan moet hij hem wel heel lang hard houden. Ja, nou ja, dat is zijn probleem dan. Maar verkopen jullie dit ook nog? Schapendarm nog wel, maar heel weinig. En weet je bijvoorbeeld een motivatie van iemand om die te kopen? Omdat het zo natuurlijk is. Je beschermt je, maar je merkt het eigenlijk niet. Zo'n 2 jaar geleden was er hier een man en die kocht dat om, zei hij, mee af te trekken. En ik weet dus niet of hij dat bij zichzelf bedoelde of dat hij een sekswerker was. We gaan bijna open, maar eerst moeten we nog even condooms preppen om in de etalage te hangen. Zo zien mensen hoe breed het aanbod is. Als je ze een beetje netjes wil hebben, dan moet je ze even wassen, drogen en poederen. Een lipglossje. Maar zie je al het verschil trouwens? Als je het zo neerlegt tussen die... Ja, deze is wel echt heel groot, hè? Toch? Vind je dit normaal? Ja. Jij vindt het zeker weer normaal. Ja, ja. En wist je nog dat ze vroeger altijd stoer deden van iedereen kan een condoom om, kijk hoeveel water erin kan. Ja. Een hele arm kan in een condoom, dus jij past hem ook. Maar eigenlijk is dat dus helemaal niet zo. Er zijn er juist heel veel maten van condooms. Ja, kijk, het klopt wel dat je een condoom heel groot op kan blazen en heel goed uit kan rekken. Maar dat wil nog niet zeggen dat het lekker zit. Ik bedoel, een panty kan je ook heel ver uittrekken. Ja, maar als je de verkeerde maat hebt, hangt die halverwege toch tussen je knieën. Ja, precies. Dat werkt met condooms eigenlijk ook zo. Okay. En zeker als je over hele duidelijk afwijkende maten hebt. Bijvoorbeeld dit of dit. Ja. Nou, je kan je voorstellen dat een man die dit nodig heeft, gaat hier never nooit in passen. En andersom ook niet. Nee, precies. Hoe weet je dan wat de maat is van jouw klant? Sommige mensen gebruiken ons meetlintje. Het belangrijkste is de omtrek. En dan in harde modus. Ja, dat zou ik wel doen. Het goede nieuws is wel dat zo'n 80% van de mannen, of penissen, past een standaard maat. Oh. Dus de kans dat als jij gewoon het kruidvat of het etos, whatever, inloopt en een prima condoom vindt, is heel groot. Ja. Zij dacht helemaal dat ze in een kut ging. Maar dit is ook warm, jammer. Ja, dat is waar. Word je er geil van? Nee, jij? Oh, ik ook niet hoor. Oh, goed, nee. Oké. Okay. Hé, we zijn klaar. En jullie hebben ze ook op volgorde gelegd. Ja. Netjes gedaan. Terwijl die ligt te drogen, kunnen jullie klanten gaan helpen. Let's go. Okay. Heb je er zin in? Ja, ik heb me niet het gevoel alsof ik alles weet. Ja, dat heb ik ook wel. Je hebt niet het gevoel dat je echt dat... Hoe kan dat nou? Tijd om klanten te gaan helpen. Op de werkvloer worden we bijgestaan door Stien. Zij zal ons ook een beoordeling geven aan het eind van de dag. Dus die moeten we tevreden houden. Hi. Als jullie hulp nodig hebben, dan ben ik hier. En ik ook. Misschien zo zijn. Kom je hier vaker? Ja, eens in de tijd. En waarom hou je het dan hier en niet bij een drogist? Dit zijn een soort van fair trade condooms. Oh. En die je hier kan halen. Wow. Ik vind het een leuke winkel. Dus ja. In een tasje? Joe, fijne dag. We have a taste menu. What do you like in your mouth? Vanilla. Vanilla. Did you know a flavored condom a day keeps the doctor away? €1. Perfect. Have a nice day. Hi, hello. This you can put on a penis and then it vibrates, but also you can rub it against the clitoris. Oké, ik ga even het waslijntje in orde maken, want Roos is druk met de klanten. Oh, het zin om verder te werken. Zo. Er heeft iemand 1000 condooms besteld. 1000? Ja, 1000 condooms. Ja. Waarom bestel je 1000 condooms? Ja. Meestal bestellen sekswerkers vaak wel grote bulken condooms. Oh, ja. Of studentenhuizen. Want hoe meer je koopt, hoe goedkoper het is. Lifehack. 1000. Oh. Oké, als dit hem niet is, dan weet ik het ook niet meer. Van onderen. Oeh. Hey. Het gaat vaak in een doos. Beans, and this is the rest. Mensen komen wel echt met hele specifieke vragen. Ja, wat dan? Er waren 2 glow-in-the-dark condooms. En wat is dan het verschil? Ja, de een is geen harder. Die is meer glowing dark. Ja, en of ze dan ook even dun zijn of niet. Oh, dat zijn wel goede vragen. Ja, maar als je zo specifiek van elke condoom alles moet weten. Ja, maar daarom kan je niet zomaar hier werken. Ja. Dat duurt wel lang. Ja. These are just for fun. They don't bring the protection for it. Hij heeft 50 cash. En dan... Oké. Okay. Ik weet helemaal niet hoe ik moet rekenen. Oké, hij gaf 50. Dus dan heb je 12. 38. Dit is 20. 40. Here you go. Enjoy. Have a nice day. Super. Dat ging echt smooth. Ja, heel erg. Had nou iemand net een vrouwencondoom gekocht? Ja, klopt. Is dat chill? Heb jij dat wel eens gehad? Nee, ik heb hem nog nooit gezien, überhaupt. Nog nooit gezien? Oh, ik kan hem even erbij pakken als je wil. Ja? Dit is hem. Jezus, dat ding is best groot. Ja, klopt. Ja, hij is best wel groot en daarom is hij ook goed voor sommige mensen. Okay. Omdat als iemand een bepaald condoom niet past, deze is zeg maar maatloos. Dus iedereen kan hier erin. En eigenlijk die ring die erin zit, ja, dat is de bedoeling dat, stel dit is een vagina, dan gaat die ring erin en dat zorgt er eigenlijk voor dat hij niet meer eruit kan schieten. Okay. Dus dat het tijdens de seks niet het condoom eruit kan. En moet je die van tevoren indoen? Ja, je kan hem 30 minuten van tevoren indoen. Dus dat is ook handig. Daarom gebruiken mensen hem ook wel, dat ze eigenlijk de regie in eigen handen hebben als vrouw zijnde. Ja, en dan kun je ook geen... stel je krijgt een discussie van ik wil geen condoom, dan zeg je nou ja, je hebt niks te willen. Want precies, hij zit er al in. Ja. Ja. Wil je dat proberen of niet? Ja, ik ben wel heel benieuwd. Doe jij hem bij mij erin en ik bij jou? Ja, maar niet hier. Dus oh. Lekker naar de wc. Oh. Ja. Ja. Doen we geen live show? Nee, nee. Komt goed. Het ziet eruit. Oké. Ik ga de kutraket erin doen. Oké, ik ook. Hoe doe je dat? Ik hou mijn kut open. Yo, het kijkt vies. Hey, het voelt best lekker. Ik vind het best seksueel dit. Oh, hoort je er geil van? Ja, een beetje. Schat, ik krijg hem niet zo ver. Hij hangt er bij mij uit. Ja, bij mij ook. Zit jij ook op de grond? Nee. Oh. Ah, waarom zit je op de grond? Ja, ik weet niet. Ik ben wel heel benieuwd hoe het voelt als er iets ingaat. Zal ik mijn vinger erin doen? Ik ben nu gewoon mezelf aan het penetreren op YouTube. Dief, moet ik je helpen? Zie je hem zitten? Ja, kijk, ik kan dit zo in. Ja, hij zit echt voor een kwart erin. Maar jij moet meer induwen, erin gepropt. Oeh, maar ik voel nu een beetje een propje. Oh, als ik stil zat, dan zat hij goed. Maar als ik beweeg, als je in de club danst. Ja, dat is wel hoe jij danst. Ja. Nee, als je danst voel je wel een beetje zitten hoor. Oh, voel je een extra stimulans? Nee, gewoon alsof mijn vagina deed het echt. Hoi, ik ben er ook nog. Je vergeet het niet meer. Ja, je vergeet niet dat je wil neuken. Ja, dus even oefenen. Ja. Oké, ik ga weer oefenen. Ja, doei. Hoe heb ik het gedaan? Nou, oprecht. Ik vond dat jullie het echt heel leuk deden. Ja. En ik merkte ook bij jullie dat je echt er plezier in had. Om mensen te helpen, dingetjes in te pakken. Dus ja, ik vond dat jullie het echt goed deden. Het is ook echt heel leuk om hier te werken. Ja? Ja, je hebt zoveel verschillende mensen en er valt zoveel te vertellen. En iedereen heeft weer wat nieuws en dan bedenk je een beetje, oh, wat zou die willen? Weet jij dat niet? Het voelt echt als een snoepwinkel. Ja. Ik zat er helemaal in. Je maakt mensen blij, maar je kan ze ook echt helpen. Precies. Ja. Ik zou er echt wel willen werken. Jullie zijn aangenomen, wat mij betreft wel. Ja, mooi. Leuk baantje voor het weekend. Ja, toch? Ik heb mijn vrouwcondoom nog in. Oh. Zij wordt een beetje geil van die vrouwcondoom. Dus ik denk niet zo waar. Zit hier een beetje goed? Of, je voelt gewoon wel dat het niet zit. Ja, een beetje dat... Het is niet verkeerd. Nee. Ik hou gewoon even een soort foreplay. Ja. Ik hou afstand. Ja.